15 jaar lang hebben vrijwilligers van het Zeeuws Archief 1,5 miljoen gegevens van de burgerlijke stand ingevoerd in een database. En dat werk, dat zit er nu op. Het resultaat heeft geleid tot de website zeeuwengezocht.nl, die voor iedereen toegankelijk is. De burgerlijke stand is de belangrijkste bron voor stamboomonderzoek. Om die reden is 15 jaar geleden besloten om alle akten van geboorte, huwelijk, overlijden en echtscheiding in te voeren in de computer. Niet beseffend wat er in de loop der jaren allemaal zou gaan veranderen op digitaal gebied. Internet bestond nog nauwelijks. En we dachten meer aan een computer die je gewoon op een studiecel zet en waar mensen gewoon een naam kunnen intikken. Maar dat je nu gewoon het aan kunt bieden online, hè, via het web. En dat mensen het 24 uur per dag, 7 dagen in de week kunnen raadplegen. Ja, dat is fantastisch. Vroeger moest je dus, voor die tijd, moest je naar de studiezaal komen. Moest je echt naar Middelburg afreizen. Moest je hier een hele dag zitten en wat speuren in boeken. En nu, ja, nu kun je het gewoon thuis doen. De gigantische hoeveelheid gegevens is ingevoerd door een groep vrijwilligers. We hebben altijd een grote groep vrijwilligers gehad die dat gewoon leuk vonden om te doen. En het is moeilijke werk, maar ja, er zijn mensen die dat gewoon leuk vinden. Zijn er mensen bij die al 15 jaar meewerken in dit project? Ja, zeker weten. En de oudste is 88. Dus hij kon nog steeds elke donderdagmorgen akte invoeren. Ab Herbe is één van de vrijwilligers. Hij speurt al 4 jaar door de archieven van de burgerlijke stand. En dat is niet altijd even makkelijk. Het moeilijkste, dat is het handschrift. Want het is vaak heel verschillend. Je was vroeger afhankelijk van de klerk. Die kon schrijven. De mensen die konden zelf amper nog lezen of schrijven. Als u er nou echt niet uitkomt, wat doet u dan? Vragen aan andere vrijwilligers. Of verzint u zelf wel eens wat? Nee. Dat mag ik niet. De vrijwilligers worden vandaag na 15 jaar precisiewerk in het zonnetje gezet. En ze hoeven niet te vrezen dat ze niks meer kunnen doen in het archief. Ja, we hebben hier 70 kilometer archief in onze depots. En er zitten een heleboel bestanden met nog persoonsgegevens erin. Dus we hebben nog voor jaren werk. De burgerlijke stand werd in ons land ingevoerd in het jaar 1811. En dat gebeurde door de Franse keizer Napoleon. De activiteiten van het Zeeuws Archief staan daar.